Welkom in mijn BMW. Ja, dankjewel. Vind je ervan? Ja, hij is van Jan, hè? Jan Lemkes. Die is, ja. Hij zegt zelf dat het de meest gare cabrio van Nederland is, deze auto. Wauw, wauw. Ik heb ze erger gezien, E36's, maar ja. Er zitten wel een paar plekjes op. Ja, ja. Maar als je beschouwt wat zo'n auto, maar hoe duurzaam die is, en hier staat pas 2,33 op de teller. Ja, een 325i trouwens. Ja, dat wel. Ja, hij rijdt fijn, ja, hoor. Het is een fijne auto, ja. Hij rijdt fijn, ja. Het is, je moet er niet al te goed naar kijken, maar... Hij heeft wat parkeerschade laatst opgelopen. Met iemand kwam ineens achteruit zetten op de parkeerplaats. Ja. Een lullige schade. Ja, maar hij heeft hem gekregen, hè? Dus beggars can't be choosers. Nee. Nou, voor een auto die niks heeft gekost, vind ik hem top. Ik vind hem ook tof, hoor. Ja. Hey, ik heb wat autonieuws voor je geselecteerd. Nou, kom maar door. Het meest opvallende van deze week is natuurlijk de Carese Mark 1. Ja, goed, hè? Ja, een elektrische auto die slechts 350 kilo weegt. Dat is een soort van Deux-Chevaux-achtig gewicht. Ja, dat is echt super licht. Ja, super licht. Leuk dingetje, hè? Beetje zo'n 356 Spider idee. Ja, hij deed me een beetje denken aan die Franse PGO, weet je wel. Ja, ook hetzelfde concept een beetje. Ja, maar het is helemaal Nederlands fabrikaat, hè? Alles zelf gebouwd. Oké. Okay. Die jongen heeft gebeld die erover gaat, Richard. Ja. En, want Carese... Dat is dus niet van Carese van Houten. Nee. Dat komt van Ries, Richard, Ries. Ries. Dat is deel 2 van de naam. En K was van Carese. Carese. Ja, ja, ja. Er zit nog wat charisma in. Ja. Dus nou ja, zodoende Carese. Dus wij mogen Ries zeggen tegen... Ja, wij mogen Ries zeggen. Oké. Okay. Ja, leuk ding. Ja, nee, elektrisch. Zeker, ja. En je kunt dus als klant kun je zeggen, nou, doe mij maar zoveel accu's. Ja. Want ik wil zo ver komen en hij moet ongeveer zo hard kunnen. Ja. Dus als jij maar heel korte ritjes maakt, dan zet je niet zoveel accu's in. Nee. Wil je wat verder, kun je een groter accupakket laten plaatsen. Ja. En wat ook heel leuk is, ze hebben zelf een 1-cylindertje ontwikkeld. En een eigen motor ook ontwikkeld. Ja, die kan je als range extender erbij bestellen. Dus dan kom je nog wat verder. Ja. Echt leuk concept. Ja, 26 mil. Ik vind het... Dat is geen slechte deal, volgens mij. Ik bedoel, het is niet heel goedkoop, maar voor zo'n heel uniek project. Ja, het is hartstikke leuk, man. Echt geinig, hoor. Ja. En wat hadden we nog meer, Niek? Ja, de zomervakantie komt er weer aan. Dus even autofabrieken gaan allemaal dicht, eventjes. En het is tijd om de productielijn om te bouwen. Dus krijgen we facelift. Ja, hadden we hebben twee, er twee deze week. De Mercedes CLS en de Peugeot 508. En nou, ik vind ze alle twee niet verkeerd, hoor. Van die 508 kan ik zeggen dat ik hem wel een beetje een inwisselbaar neusje heeft gekregen. Ja, het is dat 308 wat ze een beetje op hebben geprojecteerd. Ja, precies. Ja, maar ja. Hè? Voor Liesland. Ja, ja, moet het wel kunnen. Ja. Ja, de CLS, dat is eigenlijk een auto die ik niet zo goed op mijn netvlies heb staan. Je ziet hem natuurlijk niet zo veel. Nee. En, maar die facelift, die kies je waar. Ik weet niet. Weet je wat ik een beetje met die CLS vond? Die eerste, dat was natuurlijk echt een uniek ding. Die bananen, die vind ik echt een gave auto. Niet die voorkant, nou ja, kon je over twisten of dat nou echt mooi was, maar was in ieder geval uniek. En toen kwam die tweede met die uitgeklopte achterste wielkast. En op een of andere manier heb ik dat nooit mooi gevonden. Als ik dan CLS zou moeten rijden, doe mij die eerste generatie maar. Ja, dat is ook wel leuke voor een occasion test een keer. Wat zouden die dingen nog kosten? CLS. Ja. Nou, dat is jouw rubriekje, hè? Ja, dus... nou, dan ga ik mezelf maar eens mee outnokken, denk ik, binnenkort. En nog laatste nieuwsje? Ja, de Coros 9. Coros, dat is dat nieuwe Chinese merk. Ja. En die zijn nog niet eens op de markt. Maar toch zeggen ze van, we laten alvast een conceptcar zien over van hoe onze auto's er in 2020 uitkomen te zien. En ik moet zeggen, ik vind het veelbelovend. Ik vind het echt zo'n cool ding. Ja. Kijk, hoor je hem? Ja, hoor. Oh, lekker, hoor. Leuk. Ja, gaaf ding, hè? Ja, ik dacht meteen 300C. Ja, een beetje Rolls Royce en zo. Dat beetje dat Aston idee, Martin zit erin. Ja, zo'n hele lage daklijn. Ja, iemand riep die achterkant, dat lijkt wel een beetje Mustang en Fastback. Ja, ik vind het een ontzettend sinister ding. Ja. Dus in 2020 rij ik een Chinese auto, zie ik hier. Ja. Laat me komen, hou je het nog een beetje vol trouwens. Het is frisjes qua cabrio weer. Ja, dat vind ik eigenlijk niet, hoor. Hoe is het achterin, Sol? Het gaat. Nou, nog even doorbijten, jong. Hey, Niek, lees als post. Ja. Weer wat nieuwe vragen binnengekregen, dus aan jou de eer om ze voor te dragen. Beste mensen van Autoweek,
wat voor soort auto is nou het leukste om mee te rijden? Een sportieve voorwiel aangedreven, zoals de Renault Megane RS, of een achterwiel aangedreven, zoals de Toyota GT86? Wat zijn de nadelen en voordelen van beide? Zoals Sander al zei in het filmpje van de GT86, bij een voorwiel aangedreven auto zit de stuurkracht in de aandrijving op de voorwielen en is er een mindere balans. Nou ja, de balans is anders, simpelweg. Bij een voorwielaandrijven, kijk, die is niet zo goed meer. Nee, dat is een E46. Ja. Dat is jammer, ja. Die heeft hem misschien hem kwijtgeraakt bij een bochtje. Over achterwielaandrijvers gesproken. Ja, nee, het karakter van een achterwielaandrijver is gewoon anders. Je hebt, als je op je gas gaat staan, wat inderdaad die al aangaat, wat Sander zei, je voelt de aandrijfkracht in je stuur en je krijgt ook andere reacties bij een voorwielaandrijver. Als je hard de bocht ingaat en je gaat van je gas af, dan gaat die achterkant komt naar buiten toe zetten. En de voorkant wil juist weer wat naar binnen. Terwijl bij achterwielaandrijver, als je van je gas afgaat, krijg je weer hele andere reacties. Dus het is echt een karakterverschil. En de puristen die zeggen vaak, ja, achterwielaandrijver, dat niks is leuker. Is ook zo, het is speelser. Je kunt natuurlijk heel makkelijk mee driften. Ja. Maar voorwielaandrijver, zoals dit zo'n Megane RS, ja, ik ken weinig leukere auto's hoor. Dat is zo'n puur ding. Ja. En Renault en Ford is er ook heel goed in. Kijk, ook mooi spul. Ja, dit is een Paseo. Een Paseo. Paseo. Wat een dag. Je komt het allemaal tegen. Ja. Nee, dat, zo'n RS, daar kun je ook zo mee gooien en smijten. En ja. Hij is wat vergevingsgezinder dan achterwielaandrijver. Je kunt er minder makkelijk mee op je bek gaan, zo gezegd. Ja, precies, ja. Wel mooie wieltjes vind ik dit, hoor. Ja, ik ook, ja. De vrouw die wil ze niet op de auto. Nee? Ze zegt dat het jaren 90 wielen zijn. Kijk, een Renault Wind. Ja, ook nog zomaar. Een Space Star. En een Laguna Coupé. Laguna Coupé. Nou, we blijven hier nog maar even staan. Ja. Hey, Nick, nog een vraag. Ja, beste Autoweekredactie. Sinds vorig jaar ben ik de trotse eigenaar van de Citroën Saxo die ik stapje bij een beetje aan het opknappen ben. Met nieuwe velgjes, een spoilertje en wat vernieuwde panelen. Maak je geen zorgen, het is allemaal standaard spul, zegt hij er tussen haakjes tussen. Is de Saxo aardig op weg naar de oude glorie? Echter is het onderhoud aan motor en mechaniek mij een raadsel. Helaas wordt hier bij een APK ook weinig aandacht aan besteed. En dat vind ik een van de mooie dingen aan de rubriek Klokje Rond. Niet alleen de veiligheid, maar ook de complete auto wordt aan de tand gevoeld. Waar kan ik het beste een klokje rond analyse van mijn auto laten doen? En aan wat voor prijzen moet ik dan denken? Groet Wilco Snelderwaard. Die echt heel veel over heeft van zijn Citroën Saxo. Ja, misschien had hij dat voor de aankoop moeten doen. Ja. Zo'n keuring. Ja, wat een klokje rondkeuring. Ja, dat is eigenlijk een soort van veredelde aankoopkeuring die we doen. Nou, waar kun je die het beste laten doen? Ja, wij doen dat dan in Soesterberg bij Carrec. Nou, die mensen kun je wel om een boodschap sturen daar. Maar eigenlijk, ja, ik weet niet. Ik denk dat alle garages waar je vaste klant bent, dat je daar toch het beste naar je auto kan laten kijken. En als hij echt wat voor zijn auto heeft, gaat hij naar de Citroën specialist. Ja. Ja, wat kost zoiets? 100, 150 euro? Ja, dat denk ik wel. Ja. En als er vervolgens voor dat bedrijf ook nog een hoop onderhoud uit voortvloeit, dan kun je natuurlijk helemaal wel een mooi prijsje maken. Ja. En ik denk dat met zo'n Saxo, met zo'n auto van die leeftijd, dat je gewoon alle puntjes moet opschrijven en dan bij het begin beginnen en langzaam een handje lijstje afwerken. Ja. Nog eentje om het af te leren. Ja. Beste mannen van Autoweek. Ik heb een vraag over hoe jullie de toekomst van de auto en autobezit zien. Jongeren onder de 30 lijken zich veel minder te interesseren voor auto's en autobezit. De auto als statussymbool geldt voor deze groep veel minder. Zij ontlenen hun status meer aan bijvoorbeeld hun mobiele telefoon dan aan hun auto. Ja, de demotorisering, hè, heet dat. Vervoer voor deze groep betekent ook niet automatisch een auto. Maar net wat op dat moment praktisch is, kan dus net zo goed de fiets of het OV zijn. Ook is het autobezit stukken lager voor deze groep. En alhoewel jongeren wel auto rijden, is het lang niet altijd met een eigen auto. Carsharing en leenauto's worden steeds populairder. Dit zal natuurlijk gevolgen gaan krijgen voor de auto-industrie. En je ziet ook dat de industrie zich hier openlijk zorgen over maakt. Zoals bijvoorbeeld de topman van Ford die zich daarover heeft uitgesproken. Hoe zien jullie de toekomst van persoonlijk vervoer in de toekomst? Nou, een hele aanloop. Ja, maar laten we daar eens een boom over opzetten, ja. Ja, carsharing, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, maar jij bent ook boven de 30. Ja. Maar bijvoorbeeld de eigenaar van deze BMW is echt niet boven de 30. Nee, en dat toch, klopt. Kiest hij voor zichzelf een leuke auto. Dus het geldt lang niet voor iedereen. Maar
over het algemeen, ja, grote steden, daar is andere behoefte voor mobiliteit. Ja. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik denk dat de auto-industrie zich in de handen mag wrijven dat er opkomende markten zijn. Ja. India, China, Rusland, Zuid-Amerika. Ja. Dus die auto's raken ze heus wel kwijt, hoor. Ja. En, alleen aan een andere markt, ja. Ja, West-Europa is gewoon verzadigd. We hebben alles gezien en gedaan. En we weten van gekkigheid soms niet meer wat we nu nog moeten uitvinden om de mobiliteit te verbeteren. Dan wel veiliger te maken. Maar je hoort inderdaad ook van grote autofabrikanten dat ze echt aan het voorsorteren zijn op autodeelprogramma's en zo. En een stukje met de auto naar het metrostation en dan vervolgens weer... vanaf het volgende metrostation verder weer met een andere auto. Ja. Dus dat inderdaad dat je op verschillende auto's op een dag rijdt om je bestemming te Ja, en dat kan natuurlijk best efficiënt zijn. Ja. Maar ja, voor petrolheads zoals wij en waarschijnlijk ook de mensen die deze video's kijken en op autoweek.nl komen, die willen gewoon een eigen auto hebben. Ja, precies. En het liefst meteen op je 18e en zo leuk mogelijk. Ja. Dus ik denk dat de vraagsteller, ik ben even zijn naam kwijt, maar in ieder geval wel een punt. Dat is wel een issue, maar het zal even goed zo'n vaart niet lopen, hoor, denk ik. Dat denk ik ook. En ik denk dat mensen inderdaad misschien wel, als ze 18 zijn, beginnen met autodeelprogramma's en zo. Maar als ze eenmaal een beetje gezetteld zijn en met hun gezinnetje net buiten de stad wonen, dan toch wel weer noodzakelijk wordt om een auto aan te schaffen. Maar ons zul je nooit zien carsharen, toch? Ha! Echt niet. Dus kijk, hey, over carsharen gesproken. Daar kunnen we de car wel even mee sharen. Hallo. Hey, rijden jullie een stukje mee? Nou, Hessel, volgens mij staat het er wel op, vriend. Goed geweest, Hiel. Ja, hebben jullie nou alweer genoeg gezien? Op zouten. Heb ze kijken. En die tas die kun je ook meenemen. Ja, vergeet je rotzooi niet. Kom maar zitten, dames. Dankjewel. Ik ken nog wel een heel leuk teentje, daar speelt een prima beentje. En iedereen die kent je. Hoppa. Hessel, prettig weekend, ja, hè? Doei.